2016 ben ik begonnen met een groep in Nederland van de UWV dat we dus naar Duitsland konden. Omdat in Nederland niveau 2 ja, eigenlijk niet zoveel meer is. En dan hebben we gezegd van nou, dan kunnen we met een groep daarheen gaan. En daar zijn we dus uiteindelijk bij Deutsche Rote Kruid in Meppen gekomen. En ja, we zijn dus ongeveer, een half jaar ongeveer zijn we dus in proeftijd geweest. Nou, binnen 2 maanden beviel het heel goed bij hun, dus dat vond ik helemaal mooi. En dan binnen een half jaar doorwerken hebben we te horen gekregen dat we mochten blijven allemaal. Wie een ambulanter Pflegedienst. Aber in einem Gebäudekomplex. Das heißt, die Leute wohnen hier, die Leute haben einen Mietvertrag mit dem Vermieter. Das heißt, die haben hier eine Wohnung für sich. Maar daar komt het dus uit dat ik dan op nul word gezet in Nederland en dat ik in Duitsland dan belastinggeld betaal. Dat je niet dubbel op of veel kosten krijgt, zeg maar. Also mein Vorgänger hatte Kontakte mit der UWV und hatte immer den Kontakt zu den Niederlanden, weil er eben nah dran ist. Wir sind so grenznah. Das heißt, er hat sich damals Unterstützung gesucht, um zu sagen, wir brauchen Pflegekräfte hier in der Region. Dadurch, dass wir hier in Meppen gesehen, nah dran an der Grenze sind, haben wir, was die Mitarbeiter aus Deutschland sind, haben wir nur die eine Seite. Und wir müssen natürlich schauen, durch das Einzugsgebiet auch von Mitarbeitern, dass die Niederlande auch eben eine Möglichkeit bietet, Mitarbeiter zu generieren. Ze vinden het altijd zo fijn als je weer komt. Dan krijg je een lach op je gezicht. Dan denk je van ja, daar doe je het voor. Want ze zijn zo lief. Dat is, jongens, daar gaan we het voor doen. Die mensen willen gewoon een beetje aandacht. Wat je meer hebt hier dan in een verzorgingstehuis met 30 bewoners. Dat is gewoon niet haalbaar op één afdeling. Om allemaal tegelijk die aandacht te geven wat je nodig hebt.